Fanny, bij de winnaar Wieland Keuster, ja, is het een verwachte overwinning of het was niet makkelijk uiteraard met twee ploegmaats op het einde? Hè? Ja, Niels was op het einde blijven komen aansluiten en ik wist dat hij rap was. Dus ja, ik moest in het wiel zitten en daar zat ik. En dan ben ik er in de sprint over kunnen komen. Hoe is de wedstrijd voor jou verlopen vandaag? In het begin heel snel. Iedereen zat fris en ja, alle vijf voet vielen ze aan. Ik ook een paar keer. En dan de laatste keer als Brian Peters ging, ben ik daar achter gegaan. Uiteraard ook een thuispiloot, hè? Thuisrenner hier, Brian Peters. Dus dat was een te duchte tegenstander, denk ik. Hè? Ja, ik wist dat hij van deze regio was en dat hij ja, heel gemotiveerd was voor deze koers. Heeft het Maas-team tegen jullie gereden? Brian-team tegen jullie gereden? Niet tegen, ze hebben gewoon mee rondgedraaid. Gelijk dat het moest. En, ja. Wat staat er voor jou nog te verwachten naar de toekomst toe? Dit jaar? Of? Ja. Ja, nog wat koersen rijden en hopelijk zoveel mogelijk winnen. Wat zou je willen bereiken via de wielersport? Prof worden als dat zou kunnen, maar ik weet dat dat heel moeilijk is en dat ik ook gewoon op mijn studies moet blijven focussen. Oké, de combinatie maken, studies en wielrennen, niet makkelijk uiteraard. Nee, niet gemakkelijk, maar moeilijk gaat ook. Oké, baanrijden, niet cyclocross of iets dergelijks? Nee, dat is niet echt mijn ding, maar in de winter ga ik wel graag mountainbiken. Wat zou je kunnen verbeteren aan jouw prestaties? Bergop rijden, sprinten, ik noem maar iets. Ik denk dat alles nog verbetering kan hebben. Oké, veel succes. Dank u wel.